Als we kijken naar het nieuwe Europa, dan vraagt men slimme specialisatie van de verschillende regio's. Dus dat betekent dat we moeten focussen op onze sterktes. En we hebben daar als Vlaanderen enorme troeven, dankzij de 5 strategische onderzoekscentra die bereikt zijn en die echt wereldbekend zijn. IMEC, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, iMinds, Vito en Flanders Make. En het ecosysteem rond die onderzoekscentra wordt telkens gesteund door zo'n clusterorganisaties, zoals een DSP Valley. En dat is heel belangrijk als economische motor, als drijvende motor voor de innovatie van onze Vlaamse industrie. En het buitenland benijdt ons dat ook heel sterk. Zeker omdat ze in het buitenland nooit die combinatie hebben van bijvoorbeeld een life sciences, hardware, software, wat wij hier wel hebben. Onze gezondheidszorg staat onder druk. We leven steeds langer, maar tegelijk zijn er meer welvaartsziekten en chronische aandoeningen. Net daarom moeten we evolueren naar gepersonaliseerde en meer preventieve zorg. Vito, de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek, zet volop in op ziektepreventie. Vito heeft de expertise om zowel in het lichaam als op het lichaam te meten. Op het lichaam meten we aan de hand van sensoren een aantal gezondheidsparameters of omgevingsparameters. En die data die zetten we om in informatie voor patiënten en artsen. In het lichaam meten we aan de hand van innovatieve technologieën of we vroegtijdig ziekte kunnen opsporen. En dat noemen we ons biomarkeronderzoek. Slimme systemen bieden heel wat mogelijkheden voor nieuwe producten en technologieën die de gezondheid kunnen verbeteren. Nanotechnologie. In combinatie met toedienen van medicijnen maakt het mogelijk om een slimme pil te maken die op het juiste moment de juiste dosis in je lichaam kan geven. Een ander voorbeeld is lab-on-chip technologie. Die technologie maakt het mogelijk om bijvoorbeeld analyses op bloed buiten het laboratorium te doen, zodoende dat het ook veel goedkoper wordt. Om tot echte doorbraken te komen in gezondheidszorg, wordt ook heel wat onderzoek gevoerd waarbij biologie en slimme systemen worden samengebracht. Het is net op dat grensvlak dat wij actief zijn. Een concreet voorbeeld, in samenwerking met universitaire hospitalen, zijn wij op zoek naar eiwitprofielen in bloed. Eiwitprofielen die het mogelijk maken om in een zeer vroeg stadium kankerpatiënten te onderscheiden van gezonde patiënten. Net zoals dat nu gebeurt met mammografieën. Op die manier is het mogelijk om een zeer grote gezondheidswinst te boeken en tegelijkertijd de financiële druk op het gezondheidssysteem te reduceren. Een ander belangrijk element om onze gezondheidszorg aan te passen aan de nieuwe uitdagingen is de evolutie naar big en smart data. Datawetenschappen nemen ook bij Vito een steeds belangrijker rol in. We zijn bezig met complexe datastructuren en bezig met het ontwikkelen van slimme algoritmes die opereren op die datastructuren. Bijvoorbeeld, wij kopen op Vito veel technologieën binnen, zoals massaspectrometers, microarrays, next-gen sequencers. Hardwarematig zijn die toestellen zo hard doorontwikkeld, daar is weinig aan te verbeteren. Nu, die fabrikant zet die toestellen vroegtijdig op de markt en er zijn nog opportuniteiten op vlak van data-analytiek. En dat is hetgene waar de datawetenschappers op Vito op focussen. Hè? Dus wij gaan onze ingenieursachtergrond, onze fysische achtergrond gebruiken om eigenlijk die toestellen gaan te reverse-engineeren en algoritmes te ontwikkelen die in staat zijn meer informatie uit onze gegevens te halen. Het voordeel van deze aanpak is dat we dicht bij de technologie steunen en gemakkelijk dit soort algoritmes kunnen patenteren. En het is zo dat we deze kennis en de patenten die eruit voortvloeien ter beschikking stellen van de bedrijven in Vlaanderen. We hebben die patenten overigens gebundeld in een innovatieplatform dat Brilliant heet.